Vanuit het Business Center Grouw is dit sportingrouw.nl. Supporter worden van sportingrouw.nl? Ga dan naar onze site en klik op contact. En we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Ja, kom maar. Training van de Heide. De kracht om de jeugd en al wat ze vormen bij de kracht. Ja, we hebben ook een hartstikke mooie jonge ploeg. En dat is een vreugde ploeg aan elkaar. En, die jongens zijn begonnen en er komen wat meer jongens bij. En die jongen die hebben we zo volle willen onder elkaar. Dat is onvoorstelbaar en dat is wel zo leuk. En dat is tactiek om. En ik nou een Ogota, die had dat ik. Ja, ook is er een skipper, ik mee om je. Nou ja, ik ben een conciërge, dan ben je een beetje pedagogisch om in met het spul. Dat ik bedoel, die opleiding heb ik gehad. Nou, je drinkt een bierke, je moet een grap kennen. Dus, nee, dat komt hartstikke bed. En dat oude oor kennen we al heel veel, maar je gaat erom om die man wat te leren. En had ik dan een waterrijden jongen die kent van mij naar Grauta. En dan is dat alleen maar mooi. Maar dan denk ik dat je goed doet. Wat verwacht je van het seizoen? Nou, ik ben 2 weken rond. Toen ben ik gepromoveerd naar de A-klasse daar. En toen zou ieder sportman dan even heet gaan. Ja. Nou, wij gingen roemloos dan onder. Elke dag alleen echt de Vasilien was heel constant. Dat was zo. Maar dus ik had nog maar even handhaving. Daar ben ik voor tevreden. Nou, we hebben nu al een week om aan het zitten op Heega bij Schild en daar hebben we een aardig gang in het kip. En we roeren ik Heega om de Wien en elke keer bij de Wien, dan zie je me deunen op de kont van de eerste naleren. En eigenlijk hebben we, ik denk dat die koetsjes al je binnen, 2-3 minuten al je Wien binnen. Dus dat gaat altijd heel dicht bij elkaar. En wij moeten natuurlijk wel het kip helemaal super van elkaar hebben en we moeten niks verkeerd van, dan zitten we erbij. En ja, door we verkeerd, dan wordt het genadeloos uitgetraafd, want we hebben niks hoor. Maar dat is de uitdaging, dat is ik ook wel het mooie ervan. Ja. En je hebt even zo'n koetsje grauw, dan kun je met 2 vingers in de neus eigenlijk mooi waren bij de bovenste. Ja. Overdreven natuurlijk, maar die man was in beetje van. Ja. Maar ik bedoel, die heeft wat meer roer. Die had een foutje gemaakt en die, dan komt er wel wat bij je. Dat denk ik, was allemaal matig gehoord. En dat hebben we dat rekenen. We hebben maar een heel licht skipje en smeltskipje vergeleken met die oren al eerder. Wij hebben dan al even kunnen horen, jongen, die varen van vol. Ja, dat scheelt een flink aantal kantometers. Ja, wees tevreden handhaving in die A-klasse bij die RPS? Nou ja, als je handhaving, dat klinkt wat nu, want als je als we maar competitief bent, als we maar wat mooi van kennen, mooi, als je we mooi komen kennen en we worden uitgestraft op een fout, niet meer mooi, en daarop ben je meepert of degraderen of zit je achterom, dan is je eigen schuld. Maar als je als we maar mooi van kennen in de competitie, en dat hebben we 2 weken waarom roemeloos dan onder. We konden een duel ook in, want we zitten maar samen achter een week. We konden een duel ook in. En we hebben ook het idee dat we een wonderduel ook in kennen. En dat maakt het alleen maar mooier. Dus dan moet je zelf heel scherp zijn. En dat zit ik. Als je dan verliezen, dat is dan jammer. Het is jouw schuld. Maar had je maar mooi wel kennen. En dat is belangrijk. Ik volg je nou een soort op social media, hè? En dan krijg je roepjes en zo. Dat doe ik sterk op mooie social media. Ja, Rick, hè? Ja, Rick Schulder. Rick Schulder, dat is er heel sterk in. En dat hele traject en taal is vol onderhoord naar de IFKS. Maar wat mij een soort werk verzet om dat skipje dus op het wetter te krijgen. Wat creëren krijgen, volgens mij laat dat ding meer in de stijgers dan. Het nou, dat zo net best werden, dat valt mooi. Nee, maar altijd om scoren en like dan weet ik veel. Ja, maar zie, dat zeg ik. Vorige week heb ik een mooie Raymond Dietz, 2 dagen heb ik beter werd. Mooie touwtjes en blokjes en wijntje en stik laten verhoren. Maar dat zinde me net, we doen net hechten. Toen hebben ze me laten opdikt en dan ben je niet meer bezig met peel. Maar omdat we daarin lopen en we denken dat we daar toch heger onder winst zullen kennen. En dus je doet dat alleen maar om beter te worden. Zie, om dat laakje, om dat schip mooi vallen uit, dat is mooi. Maar ik wil net zo vallen, maar ik bedoel, het hutje, dat niet om het hutst.
En dat we dan 200, 300 beter binnen, maar het is goed om dat ding weer helemaal optimaal klaar te krijgen. En dat we denken dat het beter is en dat werkt het ik, heb ik het ervoor over. Ja. Heb ik het ervoor over. Tuurlijk wat er wordt eruit als jongen, maar... Ach nou ja, we zijn al zo lang getrouwd, dus die... Kan het besteken. Kan het besteken, dat kan je wel een jongen mee zijn, hè, dat 200 of 300. Het is al toch wat om zo'n band. Nou ja, dat is ik zo. Dus je hebt Beren had een geertje achter hem staan en die had er een motor van een vrouw achter hem staan en dat moet ik. Hij had er net thuis van net 100%, 200% steunt en dan kreeg hij hem ophouden. Ze Douwe die van Grauw die hem opgroeit en Aleida die weten net beter en die ben altijd met het spul bezig. Of ze ben aan het varen of ze ben met het koetsje bezig. Maar als je twee fronten net achtersteert, dan houd dan maar op. Dan wordt het er net. Ook niet. Soort succes. Ja, dankjewel. We gaan die zeker volgen. Hartstikke leuk. Hier nog een hoop succes met je programma. Want het is een hartstikke leuk programma. Met goed bezoen en dat is hartstikke leuk. Klasse. Ik doe het graag. Klasse jongens, dankjewel.